Welkom bij Vlogmas dag 26. Hallo iedereen. Het is ondertussen al avond. Ik heb heel de dag gemonteerd en dingen gemaakt. Van alles gedaan. As you can see, I still don't wear make-up. Maar ik ga zelfs me wel schminken, want we gaan er samen zijn ouders. Maar vandaag wil ik heel graag laten zien wat ik voor kerstmis heb gekregen. Natuurlijk niet om op te scheppen of zo, maar heel veel van jullie vroegen mij, ja, als ik dat wil laten zien. Dus bij deze. Als eerste van Sam heb ik deze pyjama gekregen. Ik ga proberen hem te laten zien. Er staat op, I need more sleep for real. En het broekje heeft allemaal faux. En hier is ook een faux. En voor de mensen die dat niet kennen, dat is een soort van, ik gok, Thaise soep. Dat is een van mijn favoriete soeps. En Sam kan dat super goed maken. Oké, next, ook van Sam, heb ik deze harde schijf, dat zacht heb ik gekregen. Wou ik echt heel graag hebben en ik wou specifiek deze hebben met de rubber rond, zodat als ik die laat vallen of zo, die niet kapot gaat. Ik heb één keer een harde schijf gehad, ik heb die laten vallen en alles was kwijt en er stond keiveel op, keiveel foto's. Dat is ideaal. Dan heb ik ook nog een statief gekregen voor mijn camera. Zo'n kleiner statief wat ik kan vasthouden. En dat zit nu onder mijn camera, dus ik kan dat niet laten zien. En een extra batterij voor mijn camera, want dat wil ik ook heel graag hebben. Want ja, als je elke dag vlogt of zo, zeker nu met Vlogmas, en je hebt maar één batterij, dan moet je die echt constant opladen. Dus nu heb ik twee batterijen. Dat heb ik ook van Sam gekregen. Dan, ik ga eerst deze nemen. Van Sam heb ik nog sokken gekregen. Ten eerste deze. Met little pugs. I love pugs, hè. Ik vind pugs super schattig. Dus van die lekkere fluffy sokken. Ah, minder dus loopt. Maar ik zie er echt uit alsof ik, ik weet niet wat, geradbraakt ben of zo volgens mij. Deze rendierslofjes heb ik van Sam gekregen. Die zijn super schattig en super warm. En nog van Sam heb ik deze pyjama. Zalig, ik hou van pyjama's ook. Een grijze broek met zo'n elastiek van onder. En het t-shirtje is roze en daar staat op You guac my world! Hoe cute is dit? Vind ik echt super cute. En guac van guacamole. Guacamole, denk ik. En dan ook nog van Sam heb ik dit iPhone hoesje gekregen. Vind ik echt super mooi. Zo'n wit met marble hoesje. Vind ik echt, echt heel mooi. Ik heb hem er nog niet op, omdat ik nu nog deze met sterretjes erop heb. Ik denk na nieuwjaar dat ik die ga switchen. Want de sterretjes is zo kerst en nieuwjaar. En dan een nieuw hoesje. Als volgende heb ik van mama en papa deze gekregen. Oh, ik vind deze zo mooi. Die zijn echt mooi. Ik wil terug naar de sneeuw nu, hè, om foto's te kunnen maken met deze. Die vind ik echt mooi. Die zijn van UX. En ja, dat zijn oorwarmers. Hè. En er is muziekaansluiting. Hier. Dus je kunt hierin je muziek ook laten spelen. Cool is dat. Dan heb ik van Sam zijn tante, tante Nikki, een bon gekregen voor bij Thomas te gaan shoppen. Woehoe! Super tof. Thomas is een Hasselt. Dat is zo dat heel groot interieur- en tuincenter. Daar hebben ze echt super leuke dingen. Dan nog van mama en papa heb ik Emporio Armani Because It's You parfum gekregen. En ik denk dat dit mijn favoriete parfum ooit is. Echt waar. Die ruikt zo goed.
Die ruikt echt... Ja. Is echt heel goed. Ruikt heel fris en bloemig. En toch zo heel sensueel en vrouwelijk ook. Ja, oké. Ik weet niet of dat een goede omschrijving is, maar echt super blij mee. En parfum ben ik altijd super tof om te krijgen. Dan heb ik nog van Freya een bon van Maison du Monde gekregen. En ook in Hasselt, de interieurwinkel naast de IKEA. En van mama en papa ook een bon van Maison du Monde gekregen. En dan nog zo'n geurzakje. Dan heb ik flanelle lakens gekregen. Dat wou ik heel graag hebben. Mijn ouders hadden er zelf zo gekocht. Dat is echt zo flanel. Vlies is dat. Zo was zo'n vliesdekentje. Zo zijn echt vliesdekens. Dit is voor op de matras. En deze zijn voor op het bed. Mijn zijn donkerblauw met wit. En aan de binnenkant wit met donkerblauw. Oh, ik kan niet omschrijven hoe zacht dat dit is. Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of er mensen zijn die naar Zoella kijken. Zoe en Elfie. Zoe alleen. Op haar vlogkanaal had die ook voor haar en Elfie zo flanellen lakens. Ik zeg heel dit flanel. Vliesde lakens gekocht. En die zei dat dat zo zalig was. En dat dat eigenlijk niet echt zweet en zo. Dus ik ben heel benieuwd. En nu heb ik er zelf. Ik ga nog heel even wachten om die op te leggen. Want ik heb mijn kerstlakens nog. Maar ik ga die denk volgende week opleggen. En dan heb ik nog een paraplu gekregen van mama en papa ook. Kei handig. Oei, voor in de auto te leggen. Ik ga die in mijn auto leggen. Als ik nou ergens naartoe moet, heb ik altijd een paraplu bij. En die is zwart met zo inie mini Swarovski, wil ik zeggen. Swarovski kristalletjes. Echt super mooi. En als laatste hebben Sam en ik van Sam zijn ouders een bon gekregen om te gaan wellnessen en ontbijten bij de Verborgen Parel in Borgloon. Ik denk toch dat dat Borgloon is, hè? Ja, normaal gezien wel. Of toch in de buurt van Borgloon. Dus super fijn. Oh, kijk echt al naar uit. Dat gaat echt genieten worden. Wanneer we dat gaan doen, precies weet ik nog niet. Het zal eerder denk ik februari zijn, want januari is poepvol. Dus dat gaat wel echt fijn zijn. Ik kijk er echt naar uit. Dus dat waren al mijn cadeautjes. Gaat je erop komen, Muffin? Kom maar. Nee. Dat waren al mijn pakjes die ik heb gekregen. Ik ben super blij mee. Ik heb super veel leuke dingen gekregen. Ook nuttige dingen gekregen. Ik vind gewoon alles super tof. Echt waar. Heel fijn. En dank u iedereen. Mama, papa, Sam zijn ouders, Freya. Iedereen die voor mij iets heeft gekocht. Super fijn, dankjewel. Dus ja, ik ga het hierbij laten denk ik voor de vlog van vandaag, want ik ga niet meer veel doen. Ik ga bij Sam zijn ouders nog restjes eten van gisteren, van kerstdag. En voor de rest gaan Sam en ik denk ik gewoon straks een beetje tv kijken en nog wat werken, want we hebben allebei nog wel wat werk op onze laptops. En dat was het dan. Jullie zien mij morgen. Weer sowieso. Morgen voor Vlagmasdag 27 al. Dat was mijn gsm, dat was geen scheet. Dat klonk precies zo, maar het was mijn gsm. Dus ik zie jullie morgen weer. Dag, veel groetjes van Sam. Die is nog niet thuis van het werken. Maar ik ben er zeker van dat ik heel veel groetjes moet doen. En tot morgen!